Een hele goede dag. Mijn naam is Olaf Vaase en je kent mij misschien van Slagerij van Kampen of van de cursus die ik samen met Cesar Zuiderwijk schrijf in de Slagwerkkrant. Ja, we hebben een hele rare drumdriedaagse, dat was je niet ontgaan. We zitten helaas allemaal thuis of hier online, maar het is wel mooi dat we iets samen kunnen gaan doen op deze manier. En ik heb een themaatje aangeboord samen met Cesar voor de cursus in de Slagwerkkrant en daar gaan we het hebben over kruisritmes. Misschien beter bekend als crossrhythms, maar het betekent natuurlijk precies hetzelfde. Twee pulsen die elkaar kruisen en dat geeft bepaalde frictie en dat is gewoon gaaf om in je spel te gebruiken. De grootste drummers ter aarde gebruiken het en daar heb ik het ook bij gezien. En sommigen gebruiken het in ritmes, anderen bij fills en ook in solowerk, bijvoorbeeld van Terry Bozzio, zie je continu de kruisritmes voorbij komen. We gaan jou vandaag dus kruisigen. Daar komt het eigenlijk in het kort op neer, maar ik ga dat heel langzaam doen. En dan denk je, ja, dat is nog erger. Nee, dan ga je het begrijpen, ik weet het zeker. Maar om je eerst vast een voorproefje te geven van het doorgeslagen idioot, zoals ik zelf soms ben, ga ik vier verschillende pulsen door elkaar heen spelen. En dan is de vraag voor jou, of eigenlijk de opdracht aan jou, probeer elke puls eens te volgen en te tellen. Ik geef het een beetje aan terwijl ik speel. Oké, zit je er klaar voor? Daar gaan we. We beginnen met de hi-hat. Nogmaals, je hoeft dit niet na te doen, hè? Dit is niet de eerste opdracht. Alleen maar even kijken en luisteren. Die gaat in 3. De bassdrum, 4. Waarschijnlijk nog 3 kijkers over en daar ga ik mee beginnen. Maar dit was dus duidelijk een voorbeeld van eigenlijk alle pulsen door elkaar heen. Ze hebben niks meer met elkaar te maken. Het klinkt echt als een doos Lego die je van de trap afgooit. Maar zo gaan wij het niet gebruiken in ons drumspel, want dan zijn we van ons bandje af. Er is niemand in jouw band die dit gaat waarderen. Wat gaan wij doen? Als eerste een droge oefening. Een droog kruisritme. Stel je loopt op straat. En je begint te tellen. Ik had bedacht, dit zou je naar de snackbar kunnen doen. En je noemt eigenlijk het hele lijstje op wat je moet bestellen. Bijvoorbeeld frikandellen. Frikandel, 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 frikandel. Dat zijn 3 lettergrepen. Moet je nou eens proberen op de fri mee te klappen. Let op. Komt-ie aan. Frikandel, 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 frikandel. Bestel je een speciaal, dan heb je 5 lettergrepen. Frikandel speciaal, frikandel speciaal. Frikandel speciaal, frikandel speciaal, frikandel speciaal, frikandel speciaal. Nou, zo kun je doorgaan met lettergrepen. Je kunt natuurlijk ook gewoon tellen tot 3 of 5, hè. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En dan hoor je al duidelijk ten opzichte van je voeten hoe jouw puls verschuift over die voeten heen. Maar nou moet je weten waar de vierkwartsmaat zich bevindt. Anders zit je wel lekker in je kruisritme, maar dan ben je er 1 kwijt. Nou ja, goed, je weet wat er dan gebeurt natuurlijk. Dan staat die kruising echt op je te wachten. Dus wat doen we nou? Dat is eigenlijk een trucje wat ze in India gebruiken. Je gaat een vierkwartsmaat aanduiden door dat te klappen. En op deze manier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voeten erbij en dan tellen. 2, 3, 4. Komt het drietje. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja. Oké, dit kun je met alle getallen doen wat je zelf wil, of verschillende getallen combineren. En dan merk je eigenlijk al heel goed hoe zich dat verschuift. En dan ga je naar je drumstel. We gaan vandaag 1 getal onder de loep nemen. Ik zit ervoor. De 3.
We gaan vandaag de groep van drie eens helemaal bekijken. En leuk allemaal wat je gedaan hebt, maar hoe ga ik het in mijn spel gebruiken? Nou, gaan we simpel starten. Je gaat namelijk eerst met je rechterhand het lopen nabootsen. En steeds de 1 van 1, 2, 3 sla je op snare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan laten we de vierkwarts nog even weg. Gaan we alleen kijken wat we hier al mee kunnen. Want die linkerhand is nu een beetje suf op snare. Dus die mag je lekker rond gaan spelen, over je toms heen. Raak maar wat je raken kan. Cymbals, buurvrouwen, het maakt niet uit. Sla ze allemaal maar gewoon eens even lekker solo. Rechts natuurlijk ook op je floortom. Dat is al heel kick, hè? Maar als je nou bijvoorbeeld die rechterhand ook wat meer een rol gaat geven, dan kan je misschien zeggen, nou links terug naar je snare en nou rechts is over die toms op een vaste manier. Bijvoorbeeld in drieën. Maar je kan ook met je rechterhand weer teruggaan en dan krijg je rechts eigenlijk een patroon van vier noten. Kijk maar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Frikandel, 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 frikandel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je begrijpt, je kunt vier nemen, maar je kunt er nog verder in gaan met bijvoorbeeld een groep van vijf op toms. Daar kun je zelf verder gaan experimenteren. We gaan door, want wat ook leuk is, want jullie een soort ritme gaan creëren, is dat we nou eens gaan kijken, stel nou dat we die rechterhand zo spelen. En dan krijgen we hier weer. Dit is wel een hele lastige en de kunst is natuurlijk om het uit je hoofd te proberen. Dat zal niet voor iedereen meteen lukken, dus ik ga het ook opschrijven. En ik denk dat we dat wel ergens op de slagwerkkrant-site kunnen plaatsen. Mooi een bassdrum erbij. Op die manier heb je eigenlijk al het eerste simpele polyritme in je spel verwerkt. En het groove nog ook, dus je zou het zomaar in je band kunnen spelen zonder dat je boze gezichten naar je toe krijgt. De volgende die we gaan proberen, mag ik er trouwens eentje ook al, want dat is zo gek hè. Normaal gesproken zitten we hier met groepslessen en dan bereid je wat voor. En dan weet je nou, sommige dingen zullen zeker gaan en sommige zijn te moeilijk. Maar dat is wel jammer dat we nou niet samen zijn, want dan komt er een groep binnen. En dan merk je eigenlijk al, met deze groep doen we het iets rustiger aan. En met de andere groep kan je weer wat verder gaan. Dus voor diegenen die echt diep door het stof willen in deze kruising, kan je dit spelen wat we zojuist deden. En dan een groep van vijf in je voeten. Komt-ie. Daar ga ik de mist in. Maar leuk om te oefenen dus. Maar ja, dan ben ik weer de doorgeslagen idioot die soms een beetje te ver doorgaat met die dingen.
terug naar iets bruikbaars. Dus we hebben de rechterhand een mooi plaatsje gegeven. Maar we kunnen nou ook de voet juist de functie van die twee in de snare geven. Want we hadden dus, dit is de basis, nog één keer terug. Nou gaat de snare, gaat naar de bassdrum. Dat je eigenlijk de grooves laat ontstaan vanuit die polyritmiek. De volgende. Zijn er al vragen in de zaal? Dat zien jullie niet, maar we zitten hier met een hele koppel drumdocenten. Nog geen vragen? Vind het leuk altijd met wat feedback. Misschien, we zijn niet live, anders had je een mooie vraag op de Facebookpagina kunnen zetten. Maar dat zal nu even niet gaan. Geen vragen, dan ga ik rustig verder. Nou ga ik namelijk, dat is altijd belangrijk, wat je rechts kan, moet je links ook kunnen. Dus nou kun je eens proberen om wat je in je voeten deed, die puls, met je linkerhand te doen. En dan krijg je dus de polyritmiek in je rechterhand. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En nu speel je opeens open-handed. En je merkt nu in één keer waarom dat dus heel praktisch is. Omdat je handen elkaar niet meer kruisen. En je kunt dus hier rustig spelen. En je rechterhand heeft de vrijheid om over je hele set heen te gaan. Dus je kunt hier bijvoorbeeld weer een groove van maken. Eigenlijk hetzelfde als hiervoor. Je moet natuurlijk wel goed in de gaten houden dat je backbeat op de goede plaats zit, hè? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En als je dan een echte kerel bent en je gaat ervoor, dan doe je op de eerste tel natuurlijk nog even een bass. Blijf dit wennen dan. Dus je verwerkt het op een speelse manier in je spel. Je hoeft hem natuurlijk niet een heel nummer door te laten lopen, want dat heeft geen zin, dat slaat nergens op. Maar je kunt hem al als een soort fill gaan verwerken in je groove. En op die manier eigenlijk weer lekker naar de eerste tel toe te spelen. We gaan door, want als dit allemaal lukt, dan gaan we naar de volgende oefening, is namelijk recht aan, 16e spelen. Dan doen we een bass op de tel. En dan gaan we weer om de drie nootjes een accent geven. Dus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eerste accent komt op rechts en de volgende op links, dan weer op rechts en de laatste op links. Komt ie aan. En... verplaats die accent ook eens op toms. Speel hem op hi-hat. En doe er een backbeat bij. Als je dan je band een keer voor de gek wil houden, dan moet je met die bassdrum in één keer met dat accent meegaan. Let op.
is leuk, dat kun je proberen. Zorg wel dat je zelf niet in de war raakt. Want dat is het ergste wat er kan gebeuren. Dan moet je zelf namelijk ook achterom kijken. Als de hele band achterom kijkt, doe ik altijd. Dan ga ik kijken of er iets achter me of zo. Dat is ook een hele waardevolle tip trouwens. Hè? En anders kijk je gewoon altijd de bassist boos aan. Dus ja, goed. Je hebt vast zelf je manieren. We gaan door. Even kijken. Ik heb wat aantekeningen gemaakt. Ja, dit systeempje wil ik nog laten zien hoe je dat nog op een andere manier ook in je groove kan doen. Is namelijk het volgende. Je kan ook eens proberen om het drietje tussen een voet en je hi-hat te laten lopen. Het wordt vanaf nu niet makkelijker trouwens. Dus, maar ik hoop wel dat je het interessant vindt. En dat het misschien ook iets is wat je in de toekomst dan kan gaan proberen. Is namelijk dit. La, 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 la. Een soort walsje. Maar je blijft wel in vieren tellen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Of in zestiende. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, En wat ik zelf merk is dat we eigenlijk doorschuiven van ledematen waar de polyritmiek in komt. Eerst was het in je linkerhand, toen zijn we naar die rechterhand gegaan en nu zit hij eigenlijk in je rechtervoet. En dan kom je dus automatisch ook bij de linkervoet. Hoe zou je die nou eigenlijk dat groepje van drie kunnen laten benadrukken? Die kan je bijvoorbeeld door de eerste van de drie steeds open te doen ook een accent geven. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Doe hem open, je trapt hem dicht en dan nog een slag. Dan moet je wel weer proberen om in zestiende te tellen. 1 te nutten, 2 te nutten. 1 te nutten, 2 te nutten, 3 te nutten, 4 te nutten, 1 te nutten, 2 te nutten, 3 te nutten, 4 te nutten, 1 te nutten. En dat is weer een leuke manier om een polyritmiek in je groove te verwerken. Ja, ik denk dat wij even kijken waar ik nog kom. Ja, dit is ook wel leuk. Ik heb een paar dingetjes nog opgeschreven. Een oude bekende, de paradiddle. Die is denk ik bij iedereen wel bekend. Rechts, links, rechts, rechts. Links, rechts, links, links. Daar kun je een backbeat in maken door met links op snare te slaan. Krijg je dit. En dan de bassdrum is maar eens gewoon de kwartnoot. 1 en 3 liever gezegd. Maar die kan je dus ook weer in dat groepje van 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Krijg je dit. Kun je ook jij het nog laten meelopen? Ah. Altijd tof om ook je rudiments eigenlijk meteen in het diepe te gooien met iets met je voeten erbij. Want laten we wel wezen, oefenen op een snare drum is waanzinnig belangrijk. Maar het is jammer als je voeten niks te doen hebben. Dus probeer eigenlijk altijd gewoon dit soort trucjes zo snel mogelijk uit. Dan oefen je alles tegelijkertijd. Dat is voor mij altijd wel een uitdaging geweest. Ik ben gek op oefenen. Op een of andere manier sla ik dan, dus wat ik al een paar keer gezegd heb, een beetje door. En dan denk ik van ja,
Maar als dit kan, dan kan dat weer. En dan ga ik daarheen. En zo staan we eigenlijk continu voor nieuwe uitdagingen. En nou weet ik ook wel dat je van een hoop dingen zult zeggen van ja, maar dit ga ik nooit gebruiken. Maar het feit dat je het kan, wil wel zeggen dat je ook technisch wel zo begaafd bent dat andere dingen die je wel gebruikt, waarschijnlijk ook beter gaan klinken. Dus ik zou altijd willen zeggen, ga zo ver mogelijk als je kan en maak er wat moois van in ieder geval. Ik hoop dat deze oefeningen je iets te bieden hebben en succes met alles. Zie ik je volgend jaar wel bij de Drum Driedaags, toch? Lijkt me wel. Solootje nog of iets? Ja? Ja, een solootje nog, ja? Alsjeblieft.